Nou, 2 jaar geleden zijn we hier in Veenendaal komen wonen en hebben deze prachtige jaren 30 woningen gekocht. En we wisten dat onze verkopers het huis al volledig hadden gerenoveerd en gereviseerd. Maar er waren toch een paar punten waarvan we twijfelden van is dat nog wel afdoende gezien nou ja, de warmtelekken die we dachten te waar te nemen. En toen kwam ik bij het energieloket die mij deze scan aanbood. En daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Nou, die warmtescan is op een vroege ochtend opgenomen en als je dan de resultaten ziet, dan is de aanleg schrik je. Want er zijn kleuren, diep donkerrood, en je denkt van nou, daar zitten echt grote energielekken. Maar dan komt daarna nog een adviesgesprek. Dat is wel heel mooi, want dan krijg je uitleg wat er nou precies aan de hand is. En ook meteen tips, wat kan je nou op eenvoudige wijze doen? Nou, wat bleek, er zit dubbel glas in uit de jaren 80, 1984 ergens. En dat was het probleem waar de grote energielek zat. En inmiddels hebben we ook maatregelen genomen om die te vervangen. Dus we hebben snel de actie op ondernomen. We willen zeker in de toekomst nog meer maatregelen nemen. Dat zal niet meer in isolatie zitten, want dat is goed voor elkaar in dit huis. Zowel de muren als het dak als de raam zijn nu goed. Het enige wat we nog zouden willen is overstappen naar een andere energiebron. We hebben gasgestookte verwarming nog steeds. We hebben wel overal vloerverwarming liggen, dus op het moment dat het kan en ook aantrekkelijk is, zullen we overstappen naar een andere warmtebron. Ik ben blij dat ik gebruik kon maken van die warmtescan. Dat geeft echt goed inzicht hoe je huis erbij staat. Er zijn natuurlijk altijd nog meer mogelijkheden te doen. Hè. Het hemelwater afkoppelen is ook nog een wens wat ik in de toekomst wil doen. Maar het is wel mooi dat je eigenlijk heel eenvoudig instrument hebt met een paar plaatjes. Wat je goed inzicht geeft welke maatregelen kun je nemen om echt je huis te verduurzamen.